Goedemorgen, het is vandaag woensdag 24 augustus. Een heerlijke, warme, tropische dag. En in de woonkamer kun je nu wellicht al zien dat ze met de verzegeling begonnen zijn. Ik zal straks de ramen eruit halen, je kunt het nog beter zien. Maar je ziet ook dat ze de bovenkant beginnen vast te kitten door middel van raad aan het folie. Nou, even kijken hoe we de camera op kunnen stellen. Nou, ik ga eerst de honingbak eraf halen. Even kijken hoe het in de broedkamer staat. En dan kun je gelijk aan het gewicht voelen hoe het staat met de honingbak. Nou, die begint redelijk gevuld te raken. Dankzij het mooie weer van de afgelopen week. En deze week met name. Kijk of er geen koningin op zit. Nou, dat gaat allemaal goed. Nou, er vindt ook enorm veel honingopslag plaats in de ramen zelf. Dit is het kantraam, of het buitenste raam, afgesloten met een scheidingswand. Dit raam is eigenlijk, ik denk, 3 kilo honing. Dit is een raam met broed. Eén grote plakkaat broed en dan langs de randen allemaal larfjes. Hetzelfde geldt voor de buitenkant. Je ruikt de heidehoning. Het is ook allemaal broed. We hebben 2 ramen gevuld met voer, met honing. Nou, dit raam is aan de onderkant, hier is het nog belegd met eitjes, maar hier begint het vol te lopen met verse nectar. En over het algemeen brengen ze dat in de nacht, brengen ze dat weer naar boven toe. Oud speeldopje. Vooral aan de onderkant zit er dan nog wat vers broed. Maar alles wat net uitgelopen is, of wat vannacht uitgelopen is, qua gesloten broed, dat wordt direct gevuld met nectar. Want je ruikt de hei. Dit was het raam wat de laatste keer belegd was met eitjes. Nou, dat is op deze manier belegd. Gesloten broed. Je ziet hier ook wel redelijk wat open celletjes, maar ik denk dat het percentage iets van 20% zal zijn ten opzichte van het geheel. Dit was dus raad wat ik niet door middel van water schoon gespoeld heb, omdat ik even wilde zien of het losmiddel misschien voor enige vervuiling zou zorgen dragen. Ik zit even met beroken. Nou, dit raam is weer een en al broed, allemaal gesloten broed. Dit is ook allemaal gesloten broed met de grote koepels van honingen eromheen. Nou, het volgende raam, wat wel schoongemaakt is door middel van afborstelen, dat is inmiddels ook met broed bezet. En dit gedeelte is broed, bijna tegen het sluiten aan, allemaal grote larven. En aan de randen zie ik nog steeds eitjes. En dit gedeelte is helemaal, zit helemaal vol met nectar. En hetzelfde geldt hier. Plakbroed wordt hier aan de buitenkant
kleiner, dus dan zie je echt een bolvorm. Dus je ziet hier ook dat er een enorme hoeveelheid honing in de onderbak, in de broedkamer terechtkomt. Wat op zich prima is. Nou, dit raam, oud raam, daar zit ook nog broed in, ook weer aan de, met name aan de onderste gedeelte. Dus nou, de rest hoef ik niet te bekijken, want dan ga ik vanuit dat die twee laatste ramen, dat er ook alleen maar nectar in zit. Dus dit volk heeft nog 2, 4, 6 ramen met broed en dat zijn nog behoorlijke lappen, dus op zich is dat goed. Straks bij het inwinteren haal ik dus één zo'n raam er tijdelijk uit met de scheidingswand en dan past hier een inwin en interne voerbak past die precies in. Goed, het moerrooster kan er weer op. De bijen gaan gewoon door met halen. Nou, even kijken wat in de honingbak staat. En deze warmbouw, dus ik zet die bak zet ik er dwars op. Dat betekent in warmbouw, de onderbak is in koudbouw. Dat kan dus alleen maar bij houten de dandkasten. Ik gebruik dan de Dand Modified. De Dand US wordt het ook wel genoemd. Scheelt 1 centimeter in de lengte en of breedte ten opzichte van de Dand Blad. Nou, even kijken hoe het staat met het vullen van de honingbak. Je ziet, ik moet nog steeds geen rook te gebruiken, maar dat komt natuurlijk ook omdat er naast het feit dat dit bukvast is, wat op dezelfde zachtaardigheid kan rekenen als Canica's. Maar omdat er ook een geweldige dracht is en het is heerlijk warm, dus er is geen reden voor die bijtje. Kijk, dus we beginnen met de verzegeling. De ramen die zitten helemaal vol. Op de uiterste puntjes nog na. Hier beginnen ze ook, nou, bijna met de verzegeling. En, je zou zo'n honingbak één keer een slag kunnen draaien, maar goed, dat laat ik achterwege. Soms kun je ook de kantramen die minder gevuld zijn, die kun je een keer naar binnen bewegen, maar ik laat het naar binnen plaatsen. Maar ik laat het allemaal maar keurig nu gaan zoals het gaat. En nou, dat was het voor vandaag. Dit was, ik denk, de laatste controle hier. Ze staan hier denk ik nog anderhalve week. En dan misschien 2 weken afhankelijk van de weersomstandigheden, want de hei die staat er nog prachtig bij. En dan kunnen ze weer naar huis. Of het echte heidehoning is, nou, dat weet ik nog steeds niet. Ik vond de kleur er enigszins aan de lichte kant uitzien. Maar goed, we zien het dan als we thuis gaan slingeren. De gewone honing die kun je eruit slingeren en de heidehoning blijft erin zitten. Die moet nog met een Erika-borstel behandeld worden. Oké, okay, hoi, doei!